you would just seal what you've done tonight over the people. I ask, Lord, that you would seal those things that you restored, Lord. That they wouldn't be able to be robbed or crushed or lost sight of again. Dacă stai aici, intri și tu, da? În cadru. We zijn nu in Matia, het huis waar een paar weken geleden alle kinderen weggehaald zijn. Helaas is het probleem nog niet opgelost, maar een aantal van de kinderen zijn net hier gekomen op bezoek. En we willen graag aan hun vragen hoe ze het op het moment hebben. Deci voi ați venit în vizită de fapt acum, de fapt sunteți acasă, nu? Dar acum am venit în vizită acasă. Așa este, nu? Și de ce veniți în vizită? Nu vă place acolo? Nu, nu ne place. Dus en waarom komen jullie hier op bezoek? Vinden jullie het daar niet leuk? Nee, ze vinden het helemaal niet leuk waar ze zijn. Și de ce nu vă place acolo? Se înjură, se fură, se fumează. Ze vinden het waar ze zijn niet leuk, omdat er gescholden wordt, er wordt gerookt, er wordt gestolen, er wordt geslagen. Și aici nu se întâmplă așa ceva? Zulke soort dingen gebeurt hier niet. Și atunci când au venit oamenii și v-au luat de aici, unde v-au dus acum, cum v-ați simțit? Rău, nu? Ik heb gevraagd van vonden jullie dat hoe vonden jullie toen mensen jullie hier weggehaald hebben? Dat vonden ze dus allemaal heel erg. Și acum ce credeți? Se va rezolva problema? Veniți înapoi aici? Ze denken allemaal dat het wel opgelost wordt, dat ze hier weer terug zullen komen. Și de ce credeți că se va rezolva? Hij zegt het is zeker dat het opgelost wordt, want God die helpt hem. Și voi credeți tot așa? Da. En dan zijn ze allemaal met hem eens. Și noi credem tot la fel, pentru că unde este Dumnezeu, sigur că se rezolvă, nu? Dumnezeu nu ne lasă niciodată. Și ne rugăm și pentru. Și a spus și el că ne rugăm pentru voi. Ik heb gezegd dat wij hetzelfde geloven en Shani heeft eraan toegevoegd, wij bidden ook voor jullie. Ze bidden allemaal dat ze zo gauw mogelijk weer hier terug mogen komen. Slavă Domnului. Deci noi aici dimineața când mâncăm împătrit aici decât ce se mâncă la acolo unde suntem, la casa aceea de copii. In het kinderhuis waar we nu zijn, krijgen we heel weinig te eten. We zijn gewend om hier stevig ontbijt te krijgen, maar daar krijgen we bijna niets. Deci aici dormim mai puțin în camere, iar acolo se dorm aproape câte 20, 18 persoane. Hier slapen ze maar met een paar kinderen in een kamer, maar daar zijn ze met 20 kinderen in een slaapzaal. Zie, maar je zit te laat in deze poort, hè? En daar curățenia nu prea se păstrează. Deci se face foarte rar și femeile de servicii fac așa. Nu fac cum trebuie. Er wordt ook niet zoveel schoongemaakt, het is te vaak vies, het wordt gewoon niet bijgehouden. Sau îi pune pe copii ca să facă curățenie pe copiii de încredere ale femeilor de servici și femeile de servici îi răsplătește cu țigări. Of de vrouwen die schoon moeten maken, die laten kinderen waar ze vertrouwen in hebben schoonmaken en als beloning krijgen ze dan sigaretten. Casa noastră este aici, dar Dumnezeu vrea să ia casa asta pentru noi. Ja. Ja. Waar we nu zijn, dat is niet ons huis, dat is een tehuis en hier is ons thuis en God wil dat wij hier zijn, want hier horen we. Tafels in een rij opstellen om een bad te gaan. Maar dat bad is niet anders dan een wasstafel, waar ze een beetje nat gespetterd worden. Maar dan moeten ze keurig voor in de rij staan. En als ze zich nu netjes gedragen, dan worden ze geslapen. Geslagen en als het een paar keer gebeurt, wordt de politie erbij gehaald. Tot așa. Și asistații bate și pe aia mici, trebuie după țigări. Kinderhuis om te slaan. Hij heeft eerder in een kinderhuis van de staat gezeten. En dan werd hij geslagen. En op een gegeven moment dan vroeg hij van, waarom sla je me eigenlijk? Dat werd door de grotere jongens gedaan. En die zeiden dan van, nou, dat is toch gewoon. Toen ik kleiner was, werd ik geslagen. En nu is het mijn beurt om te slaan.